Hallo mensen, welkom bij een nieuwe dag. Wij zijn wakker geworden hier in Antwerpen. Als je de vorige vlog nog niet hebt gezien, ga die vooral kijken. Hij is hilarisch. We hebben niet zo heel goed geslapen. En we hebben een klein probleempje met de douche. Je ziet gelijk al het probleem. Dit ding wil niet omhoog. Ja, leuk. This is what she said, mate. Voor de rest is het een leuk appartementje / hotelkamer. Vind ik. Maar slapen was niet geweldig. We hebben nog één heikel puntje. Dat is het bed. Matras is wel oké, trouwens. Maar de lakens zijn een beetje kort. Nou, en jij trok ook heel de tijd een deken bij mij weg. Ja, omdat een klein dekentje. Ja, dat snap ik, maar dat was een ramp. Eigenlijk een ramp gewoon. We gaan nu naar het ontbijt. Je weet het, hè? Bacon, eieren en croissant is het enige wat we nodig hebben. Het ontbijt ziet er geweldig uit. Dat is wel één ding. Leuk zo'n broodje. Ja. Broodjes en croissantjes. En kazen. Oeh, muffins. Bread pudding. Dat hebben we nog nooit op. Brownies. Oh, wel goeie. Granola, Nutella. Wat is dit? Hummus. Zo, dat ziet er ook wel goed uit, die hummus trouwens. Verse jus. En je kan dus ook met citroensap doen. Ben blij met het ontbijt? Ja hoor. Ziet er wel goed uit? Ja, dat is zeker. Oh, ik kan wafel maken, schat. Wow. Verschil moet er wezen, toch? Ik ga daar gewoon wat halen, maar ik ga eerst even kijken hoe dit gaat. Je kan ook nog een pancake maken. Nee, het is geen pancake, hè? Het is een wafel. Maar die ga ik vandaag wel in Antwerpen eten. Koffietest. Die is niet geweldig, zie ik nu al. Even zeggen, het is best wel rustig hier. Vind jij niet heel rustig? Nou, heel. Ja, hè? En ik heb even wat gezegd van die... We krijgen misschien een nieuwe kamer of ze gaan er naar kijken vandaag. Maar ik krijg er een mailtje over. Zo, en wat geef je het... Zijn. Ja, lekker, echt lekker ontbijt. Ik vond het broodje ook lekker vers. Ja, goede broodjes. Ik zou wel zeggen, het is echt goede 4,5. Ja, ik zou het zelf ook zeggen. Ja, waarom geen 5? Ik weet het niet. Ja, dat is toch altijd een dingetje. Daar moeten we de snacks nog voor proberen. Nou, nu gaan we even alle spullen pakken en dan maar richting centrum. Woehoe! Lekker shopping, is toch? Zo zit het met mij. Ik heb scheermesjes nodig. Ja, altijd leuk. En een spiegeltje. Ik vind die muurschildering echt vet. Ja, die is wel echt cool. Heel mooi cool. Gedaan. Ja. Over duiven ga ik het met jou niet hebben, schat. Daar had ik een andere relatie voor. Ja. Ja, die had foto's sturen. Zoals die altijd helemaal geweldig gevonden, dat weet ik zeker, ja. Waar gaan we heen? Gaan we uitstappen bij Centraal of gaan we op de Meijer? Meijer, hè? Denk ik. Denk ik makkelijker. Ik weet niet, waar is dat dan? Dat is die grote straat waar jij... Wat croissanten je moet doen. Ik heb niet eens croissant op, dus het lijkt me lastig. Goed, we zijn op de Meijer. We gaan lekker even wat winkeltjes in, een beetje rondkijken. Relaxed aan vandaag, want ik moet ook nog aan mijn presentatie werken. De eerste winkel is in zicht hoor. Uniqlo. Ja. Yeah. Zeg je helemaal? Dat is pas leven. Zo. Zo'n grote lange trui. Gewoon een onderbroekje eronder en dan zo'n hele grote trui tot eronder. Geen BH. Ja, een BH-onderbroek. Jij bent altijd wel van de BH's ook aantrekken. Ik hou dus nooit zo van... Ik hou dus heel erg van blote benen. Dat kan gewoon in de winter niet. Nee, dat is waar. Ja. Behalve als je een hele lange trui aan doet. Maar je ziet niet echt iets, hè, volgens mij. Nee, alleen deze. Maar ja, prima toch. Ze gaat even wat passen. Ze gaat even zitten. Was niet je ding? Nee. Dus gaan we nu voor mij kijken? Ja. Er zijn een paar shirts die ik hier heel fijn vind. En een paar broeken, maar de meeste dingen vind ik niet zo, hoor. En natuurlijk moet ik gewoon altijd onze eigen shirts dragen, want die zijn tenminste biologisch. Het liefst ga ik nog steeds voor een hele zwarte wardrobe. Gewoon alles zwart. Dat lijkt me zo heerlijk. Dan zie je alles stijlvol uit in zwart, vind ik. Ja, ik vind het zo fijn ook. Dat is op zich wel een mooie jas trouwens. Nou, staat wel goed hoor. Mooi. Ja? Ja, staat jou heel goed. Ik hou er wel van dit soort jas hoor, bij vrouwen. Mooi. Ja. Iets minder stoffig versie. Waarom koop je dit eigenlijk niet? Ja, ik vind het een beetje goedkoop eruit zien. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Nou ja, vind je? Ja, nee, ja, vind ik. Ja, 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 je hebt gelijk, je hebt gelijk. Oeh, deze jas is zwaar, gek, niet normaal. Je hebt echt een dijk van een jas. Ja, ja, het is wel echt fantastisch warm. Nou, vertel het eens. Is dit een leuke winkel? Ja, heel leuk, ja. Ze hebben hier echt van alles. Kleding, eten, leuke snuisterijtjes. Ik vind het dus heel satisfying eruit zien, ja, dit. Mooi. Nou, ik word gebeld. Oh, wacht, hier ben ik al vaker over gebeld, maar daar heb ik geen interesse in, hoor. Ik kreeg een Fletcherbon aangeboden. Dat ik onbeperkt kon... Fletcheren. Fletcheren, maar
Ik geloof er geen reet van, dat is toch altijd een scam? Ja, dit is wel jouw dingetje. Ja? Zie je het alweer? En er is ook een rokske bij je. Wow, dit is cool gedaan. Die trap is geweldig, dit joh. Wow. Zo, kijk dan, schat. Helemaal naar boven. Kijk, het zit gewoon aan de meier. En hier zit je in de zak. Dus vrouwenafdeling beneden is ook heel leuk. Allemaal leuke potjes en zo. Zou ons spel trouwens ook leuk zijn hier. Kijken of we dat kunnen aanbieden. Oh, ook wel mooi. Wel een beetje, vind je het een beetje voor een vrouw van middelbare leeftijd? Ja, door die knopen. Ja, wel een beetje. Ja. Staat je wel leuk, ja, maar hij is een beetje groot. Ja, maar hij is ook te groot. Ja, ja, ik zie het, ja. Maar hij staat je wel leuk op zich. Mooi ding, wel. Leuk. Zo, ze heeft toch iets. Ja, heel kerstig. Stond je leuk, hoor. Ja. Ja. Nou, niet echt kerstig, nee, dat niet. Maar dat maakt het niet uit, het is toch leuk? Nee, ik vond het erg leuk. Het is een mooie kwaliteit. Ja, zeker. Catwalk Junkie. Ken je dat? Ja, daar heb ik een shirt van met dat die grote bloem op de achterkant. Waar heel veel mensen ook een keer naar hebben gevraagd, volgens mij. Want toen had je hem wel eens aan in video's. En ze vonden die heel leuk, volgens mij. Leuke winkel. Ik zou zeker aanraden om een keer heen te gaan. Jutu. Kom eens hier. Ja, ik vind het wel mooi. We hebben een jas hier, jongens. Hij is wel echt geweldig. Staat je heel mooi, dit. Ja, vind ik ook wel mooi. Ja. Maar ga je hem kopen? Dat is dan de vraag. Het is wel een uitgave, namelijk. Het is een uitgave. Ja. Ik hoor je lachen. Ik vind het zoveel rits aan maken. Moet ik iets helpen? Zo'n drukknopje. Nee, die zit er al in, maar... Oh, dat is een lusje. Ja. Zo, ik heb hem hoor. Dit is open. Nou, ik moet zeggen, het staat wel heel goed. Ja, het is wel heel mooi. Zo. Ja, het is wel... Vind je het groot? Wat is er? Nou, het is wel onhandig dit. Ja, het staat wel goed. Ja? Doe die gaan we ook even aan mee. Ik vind het wel cool, hoor. Dat is wel, ik vind het wel echt mooi staan, hoor. Maar ik denk dat die groene daar iets mooier vindt, persoonlijk. Dat kan ik, ja. Maar het is wel echt goed... Ja, je shined wel als een modder, schat. Zullen we maar een cinnamon bunnetje gaan halen? Ja, is goed. Kijk. Heerlijk, hè? Dit zit in Amsterdam nu. Echt? Ja. Ze hebben gekocht, hoor, jongens. Zij heeft het. Gaan we doen. Ik heb eigenlijk nog zin in een koffietje en een plassertje. Hm. Jij niet? Ja, maar mij niet. Dus we gaan even wat zoeken om te drinken. Mm-hmm. Het plassen. Jelena is een foto aan het maken van onze nieuwe merch. Dus ik ben druk bezig om te denken over de spellen. Hoe we dat gaan verkopen in bedrijven of in winkels. Ik zie allemaal winkels dat ik denk, oh, daar zou het echt mooi kunnen staan. Waar we net hebben gezeten is misschien niet heel gezellig zitten, maar het is wel erg lekkere pizza. Lekker dunne bodem ook. Echt top. Zeker. We gaan nu nog even dwalen door de straatjes. Overigens, de kerstmarkt begint vanaf vrijdag en dan zijn we er niet meer. Pikken we net niet mee, maar dat vind ik niet heel erg, want dan is het heel druk. Oh, daarom is het natuurlijk helemaal niet zo druk ook. Iedereen wacht op vrijdag? Nou ja, mensen wachten vaak wel om naar steden te gaan als dit soort dingen. En Black Friday is net geweest. Vind je het hier groot festijn? Ja. Huh. Dat, ja, ze doen er wel veel aan. Het is leuk, die huisjes neerzetten. Ja, dat hebben we in Nederland niet zo heel sterk. Nee. Hier hebben we van die huisjes en zo. Ja, jammer dat we dat... Toch vind ik het ook altijd wel iets gezelligs hebben. Ja, misschien Amsterdam. Nee. Oh, in Leiden doen ze dit wel trouwens, zei Lennart. Oké, nou, we lopen weer terug op de Lange Straat. We gaan nog even naar de supermarkt om te kijken of we nog wat leuks kunnen vinden. En dan gaan we richting het hotel, want ik moet nog even oefenen vanmorgen. Ik zat trouwens wel te denken, misschien kunnen we hier nog kerstkoekjes meenemen. Dat is wel leuk voor de Belgische kijker, toch? Fodor is veel meer een ding hier dan in Nederland, hè? Ja. Ja, ik vind het echt wel een luxe merk. Ja. Ja, dan zijn ze weer hoor, de Leo's. Ik heb ze echt tegengegeten. Ja, je wil ze niet meer, hè? Ja, ik had zo'n heel pakket besteld op bol.com. Maar die dingen zijn wel echt... blijven aanraders, maar ik kan het even niet meer zien. Hier vind ik het nog niet helemaal. Zeg je? White Lions, hè? Ja, zijn ook wel lekker, ja. Ik vind niet zoveel bijzonder, schat. Dit moet ik meenemen, trouwens. Dit is dus chocomel. Ja. Maar het heet hier anders en het schijnt anders te smaken. Dus iemand vroeg of ik ze even kan testen, vergelijken. Nee, maar toevallig stuurde iemand dat dit een heel ding online was. Dat dit anders heette.
En dat het dus ook echt anders smaakt. Maar daar ben ik dus wel benieuwd naar of dat echt zo is. Dan ga ik nog even naar mijn favoriete schap. De Bread Chips. Nou, ik vind het tegenvallen met alles wat ze hebben. Neem alleen zilver uit je chips mee. En al. We hebben nog wel wat leuke dingen gekocht. Want we wilden even wat leuke kaartjes voor de kerst om rond te sturen. Ik vind deze echt super grappig. Er zaten best wel veel leuke winkeltjes, hè? Ja. In die ene straat. En allemaal nieuwe winkels die we eigenlijk nog nooit van gezien hadden. Dus dat was heel leuk. En omdat onze grote vriend thuis is en een nieuwe waterbol nodig heeft, vonden we deze wel heel erg grappig. Kijk hoe cool. Er zit hier dus een heel klein visje in. Over die kleine vriend trouwens gesproken. Mensen vragen zich altijd af wat er nou met Freek gebeurt als wij er niet zijn. Er wordt altijd op Freek gepast. Guylaine, de zus, gaat langs. En die heeft dus een mandje voor Freek gekocht. En ik kan op de camera kijken. Freek ligt heel de dag in het mandje. Kijk, hier zie je hem. In onze woonkamer ligt hij weer in het mandje. Onze webshop gaat bijna live. We hebben natuurlijk een... Moeten we niet een mail opstellen? Nee, er komt geen mail. Die hebben ze allemaal gehad. Oh, natuurlijk. Ja, okay. Zijn er al mensen aan het wachten, maat? Weet ik niet. Dat weet je toch? Vier mensen. Vier mensen? Vier. Dat is niet heel veel. Deze? Ook weer zo fucking lekker. Het is een beetje cheese onion, maar dan zonder cheese. Het is een beetje onion. Maar zonder cheese. Vind je het niet bizar dat mensen gewoon zitten te wachten op ons? Ja. Ik vind dat zo sick. Nou, niet op ons, maar op onze kleding. Ja, oké, ze zitten niet op ons. Laaf. Nou, zitten ze echt niet op ons 21 mensen live. Elke collectie die we droppen, wordt die steeds toffer. Mm. Vind je ook niet? Ja. Bam, bam, bam. Acht actieve winkelwagens. Vier afgerekend, holy shit. Met vier afrekenen. Oh. 51 mensen zijn er online. Zo, dat vind ik best veel, hè? Ja, ik ook. 63 mensen online. 18 mensen hebben een winkelwagen iets gedaan. Dit zijn jullie allemaal die er nu zijn. Hoe cool. Hey! Met mijn doodleprint 2! Dat is 2 al daarvan. Nee. Ik kan soms zo slecht inschatten. Ik weet niet wat er is, maar de trui die we dus niet hadden verwacht dat zou verkopen, verkoopt. Daar is echt veel van verkocht. En de hoodie die geborduurd is, die best wel plain is in dat opzicht, die gaat helemaal niet zo snel. Ja. Oké, okay, dus... Ah, wacht, ik snap dit wel. Het is natuurlijk extra even duur. Mensen denken... Oh, maar dat is raar, want dat krijg ik alleen maar de voorkant. En daar heb ik een hele print. Maar mensen beseffen niet... Ja, dat is wel de titel geborduurd natuurlijk. Hè? Dat geborduurd even duur is. Ja. Om te maken, bijna. Ja. Moet alleen nog wel dubbelen van wat we nu hebben verkocht verkopen... voordat ik überhaupt uit de kosten ben. Ja, dus, schat. Moet nog even door. Je best. Moet nog even door. Zet hem op. Trouwens, jongens, ik wil even dat jullie erover hebben over haar... truitje, want het staat echt fantastisch. Echt? Kijk er dan aan, doe je. Lijkt niet alsof ik de baan zie gaan. Klein beetje. Je lijkt dus een van de zware jongens, lijkt je wel, ja. Oh. Ik was heel benieuwd naar het eten hier trouwens wel. Want het werd echt gezegd dat het echt fantastisch was. Ik hoop. Ik ben ook fantastisch. Jij bent sowieso fantastisch, schat. Zo, het eerste wat we hebben genomen is sourdough met butter. Ik dacht elke keer, veranderen ze nou zo snel die tekst op die muur? Ik denk, wie loopt dat te doen dan? Want dat was de eerste keer, dacht ik van, nou dat kan nog. Weet je, dat ze even iets nieuws hebben opgehangen terwijl ik het niet gekeken heb. Maar nu was het weer veranderd, denk ik nou. En toen zeggen Alwin, ja, dat is gewoon een projector. Zo. Dit zijn de bloemkoolwings, hè? Het ziet er wel lekker uit. Met mayo. Deze zijn beter dan bij Groningen. Die bloemkoolwing is heel lekker. Ik weet alleen niet of ik hem lekkerder vind dan in Groningen, maar het is wel heel, heel lekker. Beetje spicy. Lekkere snacks? Vroeg paneer ook lekker. Ja? Hele grove, lekkere paneermeel. Top dit. Oh, Guylaine gaat even een fotootje maken. Dit lijkt echt een kunstwerk, moet je kijken. Een carpaccio van entrecote met karnemelk en babysla. Het is heel bijzonder. Het is heel fris. Heel lekker. Een beetje kazig ook. Vind je het lekker? Heel lekker, ja. Romig. Maar wel lekker. Gooi hem er even tegenaan. Romig. De zeebaars. Zo zacht. Lekker smaken bij elkaar. Het was heerlijk. Het was echt lekker eten. Echt fantastisch. Ja, hè? Ja. Nou, we zijn officieel live. Voel me normaal. Uiteindelijk gaat het de goede kant op, dus dat is fijn. Ik moet nu de presentatie weer opnieuw gaan oefenen. Of opnieuw, gewoon weer oefenen, want die ga ik morgen geven. Dat zien jullie in de volgende vlog, denk ik. Wil jij nog wat zeggen? Wil je niks zeggen? Nee. Hoezo niet? Wil ik niet. We staan altijd voor jou op jouw
te wachten op jouw anekdotes. Ja, wat ik van het eten vond, ja, echt fabulous. 10 out of 10? Nou, ik zou zeker een goede 4,5 al zeggen. Ja? Ik moet zeggen, die bloemkool dingen waren lekker, maar ik vond ze niet lekkerder dan in Groningen. Nee, zeker niet. Zeker nee, niet. Maar dat was ook omdat niks aan Groningen kan toppen. En dat hebben we misschien wel echt heel lekker gemaakt in onze hoofd. Dat wel, we moeten een keer terugdenken, ja. Want het is echt te bizar. Maar nu is het echt alles wat we eten, denk je, ja, Groningen.